Hein van Eck, hoe ontevreden ben je? Nou, vooral ontevreden over de eerste helft. Ik denk dat iedereen gezien heeft dat we heel, heel mat begonnen. Komt dat dan, man? Ja, nou ja, we doen het in de bespreking. Ze weten hoe we dat vorige wedstrijd gedaan hebben op Nieuw-Zuid. Dus het is onbegrijpelijk. Ja, het is natuurlijk ook suf hoe je begint met zo'n goal weg te geven. Want het was gewoon een cadeautje. Het rook nog wel een beetje naar buitenspel. Maar ik heb dat zelf niet goed kunnen zien. Maar ik vond wel dat Thijssen daar erg dicht bij de goal stond in ieder geval. Maar ja, we geven dat uit handen en dan is er ja, misschien toch net even te veel ontzag voor Quick Boys. Ik wilde net zeggen, te veel ontzag. Dat zag je met name op het moment dat er de speler van Quick Boys geblesseerd leek. Zag ik twee spelers van jou twijfelen om die bal uit te schieten. Op een gegeven moment gebeurt het ook. Voetbal lekker door, man. Ja, nee, maar ik vind het wel zo netjes dat als iemand geblesseerd is dat je een bal uitschiet. Ik vond het ook heel netjes de tweede helft. Ja. Dat wij bij dat misverstand met die ingooi of met die vrije trap die al genomen was, dat ze die bal teruggeven. Dus, er is wel respect voor elkaar, maar ik denk dat we vooral, en dat heb ik na de wedstrijd gezegd, dat we vooral de tweede helft hebben laten zien dat Rijnvogels niet voor niks op die derde plek staat. Want we hebben het Quick Boys heel moeilijk gemaakt. En ja, ik moet nog zien bij die koppen van Kevin, als die erin gaat 1-1, hoe dan de wedstrijd loopt. Maar je kan je nu wel op gaan maken voor de na-competities, want het kampioenschap zit er niet meer in. Nee, nou ja, goed, we waren ook heel realistisch. Want als je stel dat je gewonnen had vandaag, dan kom je op 4 punten. Maar met nog 5 wedstrijden gaan is dat wel een heel groot gat. En dan moet je zelf alles winnen. Dus wat dat betreft waren we ook heel realistisch. Alleen, ja, het is jammer dat je zelf niet even een doelpuntje maakt. En dat die wedstrijd wat spannender wordt. Tot slot, nog nieuws over komende of gaande spelers? Nee, absoluut geen nieuws. Gaat niemand weg? Nee, er gaat in principe niemand weg, nee. Nou, je bedoelt Martijn John Anouk. Maar dat moet je zelf aan Martijn vragen. Ik moet hem vragen, is het waar dat jij naar Rijnsburgse Boys gaat? Ik zou dat kunnen vragen als ik jou zou. Nou, goed, laat ik het maar zelf zeggen, hij gaat naar Rijnsburgse Boys. Dan weet jij het ook, hè? Nou, hij heeft het voor de wedstrijd donderdag al verteld en we moesten het stilhouden. Dus, maar als hij dat netjes aan jou verteld heeft, dan is dat goed zo. Ik weet dat Rijnsburg wel een beetje is. Hey, ondanks alles, fijne avond nog. Ja, nee, maar dat zal wel lukken. Ik ben veel trotser dan een aantal weken geleden waarin we opnieuw Zuid helemaal zoek zijn gespeeld. En volgens mij vooral de tweede helft is dat absoluut niet gebeurd. En het is jammer dat je niet die aansluiting maakt. Ik heb een regisseur in mijn oor en die fluistert net dat John Anouk net officieel bekendgemaakt is door de club dat hij naar Rijnsburg gaat. Oké, nou dan, ik wist helemaal van niks. Op jacht naar de spits? nee hoor, we hebben goede spitsen staan met Niels, met Thijs, met Tom de Vries die van Quick Boys komt. Dus nee hoor, we gaan niet op zoek. Dankjewel. Alsjeblieft.